Daan, ik sta hier naast een gelukkig man die ik net een half uur tot drie kwartier met een glimlach van hier tot hier heb zien staan. En het komt omdat jij aan de slag mocht met niks minder dan Planet Coaster 2. Ja, en voor de duidelijkheid, wij gingen niet hier op de beursvloer spelen. Wij gingen achter gesloten deuren met de assistentie van developers. Ja. Dus die konden ook precies uitleggen wat is wat en die mijn vragen beantwoorden en zo. En kijk, ik ben een Planet Zoo speler in eerste instantie. Ja. Daar heb ik zeg 500 uur in gestoken. Mm-hmm. Planet Coaster, misschien 20 of zo. En dat, er zit een waar degelijk, zit dat verschil in? Nou, bijvoorbeeld paadjes trekken, dingen plaatsen, management, noem maar op. Er zitten heel veel kleine verschillen tussen de twee. De kern is wel hetzelfde, of tenminste het fundament is hetzelfde, maar er zitten kleine verschillen tussen de twee. Ja. En nu komt natuurlijk deeltje 2 eraan. Ja. Dus ik was benieuwd, oké, wat is er anders? Ja. Want, je hebt deel 1. Zal deel 2 dan echt zoveel verschillen? Zal het echt zoveel toevoegen? Nou ja, mensen die echt heel enthousiast zijn over Planet Coaster, die hebben waarschijnlijk ook al die livestream gezien waarin het een en ander werd uitgelegd. Ja. Dat kreeg ik hier in detail nog eens te horen. Want je had een aantal vragen. Ja, een van die vragen. Hoe zit het met customizen? Ja. Een van de features die is toegevoegd is dat je je attracties, of dat nou dus achtbanen zijn, of gewoon normale ritten, hoe noem je die dingen? Gewoon normale flat rides. Ja, flat rides inderdaad. Je kan ze aanpassen. Noem bijvoorbeeld een draaimolen. Mm-hmm. Wil je daar plantjes op plakken, boompjes op plakken of andere scenery pieces, dan kan het gewoon. Met achtbanen wil jij je karretjes aanpassen, wil je er, weet ik veel, vlammen op plaatsen, wat ook heel veel mensen doen schijnbaar hier. Ja. Dan kan dat gewoon. Je hebt gewoon een bepaald gebied. Jij hebt dat gedaan met een fontein. Ja, je hebt een bepaald gebied, daar kom ik straks op terug, want dat was een heel specifieke vraag dan. Je hebt een bepaald werkgebied eigenlijk binnen zo'n karretje of binnen een attractie waar je dingen kan plaatsen. En als die attractie dus ronddraait, dan draait die scenery piece draait dus ook mee. Ja, het is gewoon eigenlijk een soort 3D tool waarin je gewoon een beetje gaat knutselen. Je kan een soort als een Transformers, als een Lego set bouw je het in elkaar. Ja, en ergens moet dat natuurlijk, niet te technisch, maar programmeertechnisch moet dat heel... Ja, lijkt me best wel iets heel complex om te maken. Ja. Zoals Todd Howard zou zeggen, it just works. En dat deed het ook. Ja. En dat vond ik heel vet om te zien, want ik heb een paar dingen aangepast. Ik heb bijvoorbeeld een gigantische boom geplaatst aan de buitenkant. Vervolgens de tijd versneld. Dat ding ging dus gewoon zeg maar zo. Het bleef wel vastgeplakt natuurlijk op die rit, maar dat ding ging zo. Vervolgens zag ik ergens in de verte een fontein met draaiende elementen. Ja. Dus ik zeg tegen die vrouw van, maar is dit dan ook een customizable object? Ja. Kan ik iets wat op iets staat wat draait, mee laten draaien? Zij zegt, jij bent de allereerste, dit hele evenement, eigenlijk tot nu toe, die vraag heeft gesteld. Ja. Want dat kan namelijk. En dat kan dus eigenlijk met bijna alles, volgens mij. Nou ja, je hebt dus gewoon eigenlijk bepaalde technische onderdelen die draaien. Dus draaionderdelen. Ja. En op die draaiende onderdelen kan jij zeggen van, oké, ik plaats een deel van een fontein, zodat dat rond gaat draaien. Ik plaats een steen, zodat dat een ronddraaiend gedeelte wordt. Plaats je op die steen dan weer iets wat de andere kant op draait, dan krijg je dus eigenlijk een beetje zo'n planeteneffect dat de dingen tegen elkaar ingaan. Ja, ja, ja. Nou, ik kan dus niet wachten om mensen daarmee aan de haal te zien gaan en te kijken van wat voor gekke wat ze allemaal bedenken. Want je hebt natuurlijk de standaard scenery pieces, maar je hebt ook gewoon kleine onderdeeltjes. Eigenlijk een soort van Lego blokjes, maar dan niet als zijnde Lego blokjes, waar mensen gewoon echt hun volledig eigen shit mee maken. Dat uploaden, zodat andere mensen daar weer van kunnen genieten. En dat vind ik zo vet. Dat customizen, daar hebben ze zo hard extra op ingezet. Niet alleen dus met attracties, ook met paden. Veel makkelijker om paden te trekken. Sterker nog, je kan hele pleinen plaatsen tegenwoordig. Ja, dat zijn gewoon... Het gaat boven quality of life. Ander nieuw dingetje. Wij kunnen dat nu ook met z'n tweetjes gaan doen. Ja. Vanuit ons eigen huis. We hoeven elkaar niet te zien. We hoeven ineens contact met elkaar te hebben. Ja, in die zin, een soort van asynchrone multiplayer. Ja. Ik ben aan het spelen. Ik sla hem op. Ik sluit hem af. Het wordt opgeslagen in de cloud. Onze save game. En jij kan er vervolgens mee verder. Dus in plaats van dat het een gevalletje is van, oké, dit is gewoon een soort van, ja. Dus we zitten niet tegelijkertijd in dat park. Als jij eruit bent, dan kan ik het overnemen. Ja, en dat, ik weet niet. En het leek ook in real time te zijn dan. Want ze hadden het over de avond. Jij kan een soort van het avondmanagement doen, terwijl... Het zit zo, de avonden gaan heel snel, hoor. Het is niet dat een dag is. Het is gewoon, een dag duurt volgens mij een kwartiertje of 10 minuten of zo. Oké, vet.
Dus dat, daar zal het niet aan liggen. En ik, ergens is dit gewoon een verkapte versie van... Oh, je hebt een cloud save en die kan je ergens anders ook spelen. Behalve dat dit door een andere persoon met een andere account wordt genomen. Ja. Dus ja, ik weet niet, zo wild word ik daar ook weer niet van. Want je, je kon al je eigen manier verzinnen om dat te doen als je op hetzelfde word account zat. Word jij wel wild van wildwaterbanen? Dat wel. Ja? En sterker nog, dat zit in een base game. Normaal gesproken vind ik dat altijd iets voor een expansion. Waterpark expansion. Hier zit het gewoon in. Waterparken kan je helemaal zelf maken. Hetzelfde als met paden. Ik kan gewoon zeggen van oké, ik trek zo een rondje. Je kan ze ook tekenen. Ja, je kan ze tekenen. Ja. Je tekent je zwembaden en vervolgens kan je ook aan de slag met glijbanen en dergelijke. Nou, jij hebt bij mij zitten kijken hoe ik een glijbaan plaatste en hoe wij vanuit het oogpunt van een crash test dummy die glijbaan afgingen. Dat vind ik wel jammer. Als zeg maar Rollercoaster Tycoon, dan was het altijd mannetjes in de achtbaan, achtbaan laten stoppen. Je kan hier wel alleen maar met crash test dummies aan de slag. Ja, maar dat was dan ook geen testen. Dat was gewoon open. Ja. Dat was gewoon, je zet maar hem je open. Maar ik ben niet alleen vrij narcistisch, ik ben ook vrij sadistisch. Eigenlijk als je de istisch achter zet, dan heb ik het wel. Ik mis dat wel. Maar misschien is het met de graphics van vandaag de dag ook een beetje... Ja, ik weet niet. De Planet Games lenen zich... Planet Zoo versus Zoo Tycoon. Ja. Zoo Tycoon kon je beesten vrij laten, gingen mensen aanvallen. Dat gebeurt bij Planet Zoo ook niet. Nee, ik bedoel, het is gemoedelijker. Ja, en iedereen heeft die lol vroeger gehad met het doodmaken van je gasten in je park. Dat is nu niet het geval. Je ziet gewoon heel duidelijk dat ze... Enerzijds hebben ze het gewoon makkelijk gemaakt en gehouden om... kant-en-klare blueprints neer te pleppen en ga maar lekker die ride doen en je park een beetje managen en that's it. Anderzijds, de mensen die heel hard gaan op dat customizen, ja, die kunnen zich helemaal uitleven. Jij bent zo iemand die dat customizen heel vet vindt, hè? Ja. Vind je het dan niet jammer dat je niet, weet je, ook een Daans teampark of hoe het dan ook, Daanland, dat je daar niet een soort van ook mooi logo, dat in je game zit? Want dat mis ik dan een beetje als iemand die... Maar kan dat je wel? Je doet alsof dat niet kan. Kan dat ook? Je hebt gewoon billboards en dan kan je custom je JPEGs uploaden. Nee. Ja. Dan wil ik dit spelen. Jij wilt het spelen? Je hebt me zojuist overtuigd. Gaan wij een asynchrone multiplayer spelen? Wij gaan asynchroon Daanland bouwen. Ik heb bijvoorbeeld met Planet Zoo, en dat komt daar natuurlijk ook een Planet Coaster versie van. Ja. De Bruine Kluis. Wow. Met een kluisdeur als ingang. Mijn enthousiasme is echt net sinds keer 10 gegaan. Een bruine kluisdeur als ingang. Ja. En daarboven bruine kluis. De bruine kluis. Nou, en in dit geval gaan we dus draaiende fonteintjes en dingen neerzetten. Heel veel bewegende elementjes. Ik was heel benieuwd naar optimalisatie van de game voor PC en console. Mm-hmm. Omdat technisch, vooral als je park heel vol staat, kan dat best wel zwaar worden. Ja. En zij verzekerden me eigenlijk er al van met consoleversie. Want dat is ook iets aparts, maar ik kom zo op terug. Consoleversie, ja, je hebt een bouwlimiet, maar 90% van de spelers gaat je moet niet echt hebben. Je best doen om het vol te bouwen. Je best doen. Ja. En ja, ik ben natuurlijk een sukker voor stenen plaatsen. Ik heb makkelijk 9.500 stenen in mijn park. Maar ja, hier kan je dus individuele onderdelen, stenen dus ook, maar ook vlaggetjes, noem maar op, wat dan ook voor gebouwtjes, kan je scalen. Ja. Dus ja, die steen die zo is en waar ik er 1000 van moest plaatsen, ik kan gewoon ook één zo'n joekel van een hele grote steen. Een hele grote fucking steen. Ja, je onderschat het belang van een steen in een game als ik dit. Ik hoor aan jou, jij hebt heel veel vragen gesteld, we zijn ze nu aan het bespreken, maar 90% was steen gerelateerd. Ze waren het met me eens. Ja. Ik kom met ze viben. Ja. En ondanks dat ik geen doorgewinterd Planet Coaster speler ben, hoe gek dat ook klinkt als je mij zo enthousiast wilt praten. Ze begrepen wat ik bedoelde en het kwam overeen. En ja, ik weet niet, ik heb er zin in, man. Vet. Is er nog iets anders wat je graag even wil aanraken? Ik vind het opvallend dat console op hetzelfde moment gelanceerd wordt als PC. Ja. Ergens snap ik het, want tegenwoordig heeft elke console gewoon muis- en toetsenbordondersteuning. Maar ze wilden nog niet zeggen of je dan ook, als je muis en keyboard inprikt, of je dan ook meteen de UI van muis en toetsenbord krijgt. Ik denk dat dat wel gewoon twee compleet verschillende ervaringen biedt. Ondanks Daarom. Dat het dezelfde game is, als met op je PlayStation zet je gewoon veel eerder de achtbaan die er al is in je park neer en klaar. Dan ga je niet zitten pielen, leg je het pad gewoon, want je kan paden nu ook gewoon van punt A naar punt B trekken zonder dat je het helemaal hoeft neer te leggen. Ik denk dat dat er allemaal in zit, zodat die console-ervaring gewoon een wat mildere, lichtere versie biedt. Ondanks dat je ook die mogelijkheden wel hebt. Ja. Dat je dat gewoon links laat liggen. Maar het is allemaal leuk en aardig, maar ik denk dat 90% van de community gaat dit spelen op PC. Ja. Die gaat helemaal los met customizen. Die gaat hun shit uploaden, zodat andere mensen... En ga jij daar naar zitten kijken? Nou, dan ga ik het in mijn park plaatsen. Ik heb altijd gezegd van mensen, toen ik nog streamde, mensen, please, maak shit. Upload het, zodat ik het kan downloaden en in mijn park kan zetten. Want dan hebben we het een soort van samen gedaan. Ja. En ik kan niet wachten om dat met Planet Coaster 2 weer te doen.